toen ik klein was, in plaats van met autootjes te spelen, ik pastoortjes speelde op mijn kamer. Ondanks alle seksschandalen hebben zich dit jaar toch weer enkele nieuwe priesters gemeld. Bert Losje is vorige week begonnen op het seminarie in Leuven. Terwijl een priester uit zijn eigen omgeving toch ontucht heeft gepleegd. Dat doet toch wel pijn. Je kent die mensen heel anders. Je ziet daar toch een goede priester voor je staan. Waarvan lijkt dat hij echt uit het hart priester is. En dan komt zoiets. De schandalen zullen ook het werken later met kinderen moeilijker maken, zo vreest de seminarist. Er was op de activiteit maar één misdienaar. En dat was het kleinste meisje van de hoop. En ik zeg, we gaan een ijsje eten. En we gingen kort bij de parochie een ijsje eten. En dat was op het moment dat al die schandalen in het nieuws kwamen. En ik was raar, maar toen had ik zo'n gevoel van, oei, hoe gaan de mensen reageren? De kerk is een pure mannengemeenschap. De leden zijn in de ogen van veel Vlamingen per definitie verdacht, omdat ze niet mogen trouwen. En het zijn niet alleen de critici van de kerk die denken dat het celibaat tot frustratie leidt. U niet goed voelen in het celibaat. Men kan dan ook later in dat celibaat een moment hebben dat men ook seksueel een soort in een echte noodsituatie komt. En dan bestaat de kans dat u dan inderdaad vergrijpt aan zo'n kind, aan het soort nood. Het is dus niet voor niks dat de bisschoppen nu het celibaat ter discussie hebben gesteld. Hun ogen gaan nu ook open, die zien dat ook wel in. Van Kezel, de nieuwe bisschop van Brugge, heeft geopperd dat het celibaat misschien vrijwillig moet worden voor nieuwe priesters. Hij kreeg bijval van andere Vlaamse bisschoppen. Ergens is het goed, want ik weet voor mezelf hoe moeilijk ik het ermee heb gehad. Ik ken mensen die ook met een priesterroeping zitten, maar net op dat punt heel moeilijk hebben. De kans is nihil dat de paus zal luisteren naar de Vlaamse suggesties om het celibaat te versoepelen. Wie zijn wij in de ogen van Rome hier, dat kleine Vlaanderen?